Stichting Verantwoord Alcoholgebruik Suriname, Stivasuur, heeft gisteren het e-learning Verantwoord Alcohol Serveren, EVAS, gelanceerd. De cursus richt zich op belanghebbenden in de strijd tegen alcoholmisbruik. Serveerders, bartenders en horeca-eigenaren worden vaak geconfronteerd met onverantwoord alcoholgebruik van het uitgaanspubliek. EVAS is een online cursus die horeca-medewerkers en eigenaren ondersteunt bij het verbeteren van hun kennis over alcohol, de effecten op het lichaam en gedrag en de wettelijke bepalingen. Het benadrukt ook dat het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar verboden is. Margarita van der Zwart, Consalvis Jardin de Ponte, voorzitter van de Stivasuur, zegt dat deze online cursus het uitgaansleven veilig moet houden. Het doel van de EVAS is om alcoholmisbruik te verminderen en idealiter te elimineren. Dus we gaan geen dronkenschap bevorderen. We gaan ervoor zorgen dat we dat punt met elkaar niet bereiken. We gaan voorkomen dat we alcohol verkopen aan minderjarigen, want tegenwoordig steeds moeilijker om die leeftijdsgrens van 18 te herkennen. De jeugd ziet er steeds meer volwassen uit dan voorheen. Dus we gaan met EVAS kunnen we ervoor zorgen dat we beleid adopteren en dat we steeds vragen naar ID's om te voorkomen dat we alcohol serveren aan minderjarigen. Kenmerkend van de EVAS is het online, ik zei het al, anywhere, eenmaal 24 uur op een tijdstip dat jou schikt. En de focus is op de effecten die alcohol op jou kan hebben als je het niet op een verantwoordelijke manier consumeert. Van der Zwart, Consalvis Jardin de Ponte, zegt dat EVAS een situatie nastreeft waarbij er een veilige situatie is voor klanten, maar ook het personeel van horecabedrijven. Dave Bouke, directeur van Torarica Groep, zegt dat Torarica het beleid van verantwoord alcoholgebruik volledig omarmt. Als onderdeel van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen, vinden we het belangrijk om alcoholgebruik, verbruik te minimaliseren en hierdoor ook een steentje bij te dragen aan de veiligheid in ook het verkeer en dat er minder mensen onze terreinen in beschonken toestand verlaten. Voor het pilotprogramma zijn er 10 van onze medewerkers uitgekozen om hieraan deel te nemen. Ze zijn geselecteerd, ze hebben dat gedaan. En we zijn ook blij dat ze dat met met succes hebben afgerond. Het doel van het programma, welke in totaal, Margarita zei, een half uur. Het is van een half uur tot een uur, afhankelijk van je snelheid. Dat is onze ervaring. Is om je kennis te vergroten. De online cursus is geschikt voor iedereen die alcohol serveert in de horeca of op openbare gelegenheden. Na succesvolle afronding van de training ontvangt de deelnemer een certificaat en bedrijven kunnen een keurmerk verkrijgen.